Hallo diva jongens en meisjes, welkom bij de Casa Diva podcast, aflevering 52. Mijn naam is Agnes en ik ben de eigenaresse van Dutch Wool Diva, een webwinkel in handgeverfde garens en spinwool en nog meer handwerkartikelen. Welkom allemaal, hartstikke leuk dat jullie een kijkje komen nemen bij mij in de creatieve keuken. Als je nieuw bent hier, dit is een podcast over breien, haken, spinnen, borduren, naaien. Je kunt zo gek niet verzinnen of ik doe het wel. En ook deze week neem ik jullie weer mee in wat ik zo al gedaan heb de afgelopen tijd. Goedemiddag allemaal. De afgelopen week heb ik een strakke planning gemaakt qua verven en bestellingen doen en al dat soort dingen. Want over 4 weken mogen we weer voor het eerst naar een breibeurs, een wolbeurs. En ja, dan moet ik natuurlijk wel voldoende voorraad hebben. Dus deze week heb ik even plan de campagne gemaakt om even te kijken wat ik allemaal nog nodig had. Om wel met een gevulde kraam daar te komen. Want het zou natuurlijk een beetje gek zijn als ik daar kom en ik heb maar een half gevulde kraam. De breidagen vinden plaats op vrijdag 15 en zaterdag 16 oktober aanstaande. En de beurs is volgens mij geopend van 10 tot 5 in de avond. En het is in de IJsselhallen in Zwolle. Zoals het er nu naar uitziet gaan we op de normale manier open. Heb je in principe geen mondkapje nodig en ook geen is de 1,5 meter maatregel is ook niet meer nodig. Maar je hebt natuurlijk wel een geldig coronabewijs nodig. Ofwel je bent gevaccineerd ofwel je hebt corona gehad nog niet zo lang geleden. Of natuurlijk door middel van een negatieve test. Dat kan allemaal via de coronacheck.nl. En daar is ook een mogelijkheid om een papieren versie daarvan mee te nemen. Dus je hebt in principe geen smartphone nodig. Je kunt dat ook gewoon via het internet doen, via de computer doen. En dan een bewijsje uitdraaien, want die QR-code is dan ook geldig. Het zal natuurlijk voor iedereen wennen zijn om op die manier weer met heel veel mensen in één ruimte te zijn. En aan de ene kant kijk ik er enorm naar uit en aan de andere kant vind ik het ook heel erg spannend om weer met zoveel mensen in een ruimte te zijn. Maar ik heb mijn conculega's of mijn medestandhouders natuurlijk ook wel enorm gemist. En ik denk dat we er allemaal wel aan toe zijn om gewoon weer lekker een wolletje vast te kunnen houden en goed kunnen bekijken voordat je het koopt in plaats van via het internet. Wij zijn natuurlijk, we doen er alles aan om het in goede banen te leiden. Laten we hopen dat het allemaal doorgaat. Maar goed, hè, in de tussentijd ben ik dus hard aan het verven en hard aan het verzamelen om die auto lekker vol te laden en straks een lekkere volle kraam te hebben op de breidagen in Zwolle. Zelfs met alle drukke werkzaamheden van de week heb ik toch nog wel wat kunnen handwerken. Nu eerst maar eens de dingen die ik gedaan heb deze week. Allereerst maar het breien. Mijn hebsjaal, daar heb ik 2 rondjes aan gewerkt. Nou, het verschil tussen vorige week en nu is eigenlijk niet te zien, dus die heb ik nog even niet meegenomen. Wat ik wel heb is een Musselburgh hat. Die ben ik vorige week begonnen. Toen had ik eigenlijk alleen maar het beginstukje had ik gedaan. En dit is op dit moment mijn Musselburgh hat. Ik ben al over de helft heen. Dus dit is, wat ik al zei, je breidt eigenlijk een soort tube met 2 ronde uiteindes. En dan vouw je hem dubbel naar binnen toe. En dan heb je dus een dubbellaagse muts. Ik ben over de helft heen. Omdat ik het andere garen er ook in wilde verwerken. Want het is natuurlijk een garen set. Dit is de nieuwste garen set van deze maand. Fader Jeans. Met daarbij een mini streng golden. Omdat ik dit garen er ook in wilde verwerken, heb ik ervoor gekozen om na de helft van de muts in 1 kleur een motiefje in te brengen door middel van mozaïek breien. Ik zal heel even die lamp wegdoen. Kijk, dit is een iets betere kleur. En dat mozaïek breien is ook een vorm van inbreien, maar hierbij brei je maar met 1 draad tegelijk, met 1 kleur tegelijk. Wat je eigenlijk doet is de steken die in een andere kleur moeten komen, alleen die steken breien en de andere steken in de andere kleur die sla je over.
Dus je breidt maar met één kleur tegelijk. In dit geval heb ik eigenlijk een heel simpel patroontje verzonnen. Het is een soort diamantje. Dus in eerste instantie hieronder brei ik 3 steken met het blauwe garen. Dan sla ik 1 steek over, brei weer 3 steken met het blauwe garen. Weer 1 steek over. En die schuif je gewoon door. Die brei je dus niet. De volgende ronde doe ik hetzelfde met de blauwe kleur. En dan pas begin ik met de gele kleur of de gouden kleur eigenlijk. En dan brei ik alleen de steken die ik op de vorige rondes niet gebreid heb. Dus die ik iedere keer heb overgeslagen. En dan sla ik dus de steken over die ik in het blauw gebreid heb. Dus dan is het 3 steken overslaan, 1 steek breien. 3 steken overslaan, 1 steek breien. En zo heb je dus op die manier kun je dus 2 garens met 2 garens kleur inbreien. Maar je werkt maar met 1 kleur tegelijk. Ook met deze manier van inbreien moet je toch wat rekening houden met hoe je de draad aan de achterkant meeneemt. Of meeneemt eigenlijk, omdat je die 3 steken overslaat, moet je natuurlijk een stukje overbruggen. Als je dat er straks zou aantrekken en je zou dan gaan breien, dan gaat het toch in elkaar zitten. En ik heb dus echt wel voor gezorgd dat als je dit gedeelte uit elkaar trekt, dat er nog steeds beweging in zit. Want anders dan zou het gewoon zo blijven zitten. En dan, als ik dan de muts een badje ga geven, dan gaat het allemaal bij elkaar zitten. Dus dit is wat ik nu gedaan heb. Straks gaat dus eigenlijk dit naar binnen. Het komt dan aan de binnenkant te zitten. En dan heb ik de eerste rand is dan, ik hoop dat dat te zien is. Aan de beginrand heb ik dus het mozaïek patroontje zitten. En de rest van de muts wordt gestreept. Dus ik ga nu gewoon 3 rijen met het blauwe garen. 2 rijen met het gouden garen. En ja, ik moet even kijken. Ik denk dat ik dat wel red. Het gaat vrij snel. Ik heb nog best wel veel van dat blauwe garen ook over. En nou, natuurlijk, dat is altijd zo. Op het moment dat ik de podcast ga opnemen, gaat de zon schijnen. Dus ik hoop dat de kleur een beetje fatsoenlijk te zien is. Maar ik heb hier op dit moment, ik zal eens heel even kijken hoeveel ik nog over heb van het blauwe garen op dit moment. Want ik ben dus al over de helft van mijn muts. En ik heb nog 56 gram over. Dus ik ben nog niet eens op de helft van mijn garen. Nou, en omdat ik natuurlijk met het gouden garen iedere keer een streepje brei van 2 rijen. Heb ik dus ook niet zo heel veel meer nodig van dit. Wat ik met de rest doe, weet ik nog niet. Misschien brei ik nog wel een muscle workhead. Met een ander garen, met een andere mini erbij. Ik denk dat ik dat net niet ga redden, maar goed. Daar verzinnen we vast wel weer wat op. Maar de muscle workhead, die is dus nou ruim over de helft. Die denk dat ik die wel af kan krijgen deze week. Heb ik hem volgende week gewoon, heb ik een FO. Het is echt een heerlijk recht toe, recht aan projectje. Ik heb er natuurlijk zelf, omdat ik dit ben gaan inbreien, wat extra's aan toegevoegd. Maar anders is het gewoon recht toe, recht aan breien en in het begin is het meerdere, dan is het alleen maar recht en aan het eind is het mindere en dan heb je een muts. Dus vrij simpel patroon dus. Dan het haken. Ik heb deze week het haken ook weer opgepakt. Ik zei vorige week al dat ik, als ik ga verven, dat ik dan zorg dat ik mijn projecttasje in de buurt heb. Want als ik moet wachten tot tussen 2 verfbaden, dan heb ik toch wat tijd over. Waarin ik eigenlijk niks sta te doen. Dus, en de vorige keer heb ik dat ook gedaan. En toen heb ik behoorlijk wat kunnen haken. Nou, dat is deze week ook weer gelukt. Want ik had natuurlijk behoorlijk wat te doen qua verven. En dit is het voorpand tot nu toe. En ik heb even, ik heb er even met stroomstrijkijzer boven gehangen. Zodat het mooi open gaat staan. Maar je ziet wel dat ik een behoorlijk eind gekomen ben al. En ik ben nu met de tweede bol garen bezig.
Ik had, dit is een leesgare, 800 meter per 100 gram. En ik denk dat ik nu, even kijken, waar is het aan hertz? Hier is de aanhechting. Dus ik heb zeker de helft van het voorpand nog met de andere, het andere deel van het garen kunnen doen. Ik heb het achterpand er ook nog weer even bij gepakt om te laten zien hoeveel ik nog moet. Het is nog best wel een stuk hoor. Ik ben nog niet halverwege het voorpand. Dat toch nog net niet. Dit is het achterpand. En als ik die twee dan bij elkaar hou. Even kijken hoor. Ik kom toch wel een heel eind. Ja, toch wel halverwege al. Oké, dat had ik niet verwacht. Ik dacht dat ik toch nog wel... halverwege het voorpand dus. En ik denk als ik de aankomende week... Want ik heb natuurlijk nog veel meer te verven en nog veel meer te doen de komende weken. Dat het haakproject behoorlijk hard gaat. Want zo zie je maar, tussendoor kun je behoorlijk wat weghaken. En iedere keer een rijtje, dat schiet toch nog best wel op. Dus wie weet heb ik straks, voordat ik naar de beurs ga, heb ik weer een truitje af. En dan kan ik hem misschien wel aan naar de beurs. Ik had trouwens wel een bepaald moment een foutje gevonden. Maar ja, goed, ik ga het ook niet meer uithalen. Want het duurt al zo lang. Maar ik heb hier een gaatje. Wat groter is dan de rest. En dat komt eigenlijk omdat ik hier tussen nog een... dit hadden eigenlijk twee gaatjes moeten zijn. En dat is nu één gaatje. Dat kan gebeuren, hè. Ik bedoel, als je aan het haken bent, dan sla je wel eens wat over. Maar ik denk dat het in het geheel niet echt opvalt. Dus ik denk dat ik de enige ben die het ziet weer. Goed, dus dat was mijn haakproject. Oh, en dat is trouwens het zomertopje van Annelies Baas. En eigenlijk was ik dat begonnen als test. Maar inmiddels is het patroon al uitgebracht. Dus je kunt het bij haar op de website, kun je het gewoon vinden. Ik zal de link natuurlijk straks weer eventjes in de show notes zetten. Ik haak hem dus met een leesgare. Maar het patroon is geschreven voor sokkendikte. Dus en dan heb je ook, dan heb je denk ik 4 strengen nodig voor in fingering weight, dus in een sokkengaren. Dan heb ik ook weer wat kunnen spinnen deze week. Ik zeg deze week, maar eigenlijk was dat gewoon vanochtend en gisteren. Mijn tweedwol die ik laatst geverfd had, en ik zal hem er even bij pakken, dat is deze. Dat is de tweedwol. Met die kleine witte tweed dingetjes erin. Die is nu helemaal gesponnen. En ja, je ziet op dit moment alleen de paars en de groen. Want de blauw zit eronder. Dat zie je toevallig net niet. Maar die moet dus getwijnd worden. Volgens mij was dit... Dit was iets van 80 gram of zo. Want volgens mij was dit een streng wol die, waar te weinig op zat. En dan verkoop ik dat niet, maar dan spin ik dat zelf op. Dat moet dus nu getwijnd worden. En dan, dan ben ik heel benieuwd hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. Ik heb natuurlijk ook nog een klos liggen met de Merino Nylon Blend. Die ik nog niet zo lang geleden geverfd had. En die moet natuurlijk ook nog getwijnd worden. Dus ik heb deze week nog wel wat te doen qua twijnwerk. En dan, dat is een mooi klusje voor de zondag. Dus als ik straks klaar ben met de podcast, dan kan ik dit wel gaan twijnen. En dan heb ik volgende week misschien ook weer 2 spin-FO's. Deze week even geen naaiprojecten, want ik moet even gaan kijken... of ik de plannen die ik had voor de zomercapsule, of ik die kan aanpassen... naar een met bestaande stoffen naar een herfstcapsule. Of dat ik misschien een heel compleet nieuwe herfstcapsule moet gaan verzinnen.
Ik heb inmiddels een behoorlijke stoffenstash opgebouwd natuurlijk. Door iedere keer toch wel een aantal stoffen te kopen. Ik heb ook al wat dingen weggenaaid nu. Maar ik heb natuurlijk best wel veel en ik moet ook wel wat stoffen gaan verwerken. En ik ben bang dat er ook nog wel wat dingen bij gaan komen qua stoffen. Want ik was van de week was ik bij Natasha en daar had, die had de Harper Cardigan van Sinclair Patterns. En dat is deze. Die had ze in twee versies gemaakt. Ze had een kortere versie en een middellange versie. En die heb ik allebei gepast. En dat is eigenlijk, ja, dat is echt het perfecte vestje om te hebben in je kast. Want het kan overal overheen. En dat is echt een perfect vestje ook als het wat kouder begint te worden. Als extra laagje. Maar daar heb ik geen stof voor. Ik heb natuurlijk wel stof. Maar niet stof voor een vestje. Ik heb stof voor t-shirts. Ik heb stof voor sweaters misschien ook nog wel. Maar niet voor een vestje wat je er overheen doet. Dus dat moet er wel komen. Het patroon is trouwens gratis te downloaden via de website van Sinclair. Je moet natuurlijk wel een account aanmaken. Dat wel. Dus ze hebben dan wel je e-mailadres. Maar dan, dus ze hebben nog meer gratis patronen. Maar de Harper Cardigan is dus een gratis patroon. Ze hebben nu ook, en die is nog niet zo lang geleden uitgekomen, dat is de Linnea sweater. En dat is een colorblock sweater. En dat is deze sweater. Die is ook gratis op het moment. Tot 30 september. Dus je hebt nog eventjes. Is die gratis te downloaden via de website. Daarna wordt die, $9.99. $10. En dan moet je er dus voor betalen. Dus ik zou zeggen, grijp je kans en maak een account aan. En zowel de Linnea sweater als de Harper Cardigan zijn dus allebei gratis. De Harper Cardigan is volgens mij altijd gratis. Dus nou, doe je voordeel mee, zou ik zeggen. En dat color blocking is optioneel natuurlijk. Hè? Ik bedoel, je bent niet verplicht om meerdere stoffen te verwerken in zo'n sweater. Het kan ook gewoon in één kleur. Maar het is natuurlijk wel handig om restjes op te maken als je dat nog hebt liggen. De Metra Blazer van Love Notions, dat is deze, die staat sowieso toch wel nog steeds op mijn lijstje. Dat is ook een, ja, dat is ook een vestje wou ik zeggen, maar dat is toch echt meer een blazer. Dat is wel wat dikker, ja, wat meer echt overkleding. De stof heb ik daar wel voor, want die heb ik al een poosje in huis. Dat is deze. Dat is die zwarte met die bloemen erop. En ik weet niet eens hoeveel ik hiervan heb. Ik heb hier behoorlijk wat van volgens mij. 2 meter dacht ik. Maar dat heb je ook wel nodig, omdat ik ga deze versie maken met die grote kraag erop. Misschien dat ik hem ook nog wel een keer in een andere versie maak. Maar dat is de versie waarvoor ik deze stof heb gekocht. Maar je ziet dat dit echt wel, ja, dit is echt wel herfst-winter kleur. Dat zou ik nu niet zo snel dragen. Maar die stof heb ik dus nog liggen. Dus ja, die staat hoog op mijn lijstje, op mijn wenslijstje om te maken. Dus die komt er sowieso. Maar nogmaals, ik moet dus echt, echt wat plannen gaan maken voor de stoffen die ik nog heb liggen. Niet alleen van afgelopen jaar die ik gekocht heb, maar ook van vorig jaar. Want ik heb echt wel heel veel stoffen liggen nog hoor. En ik ben bang dat er dus nog meer stoffen bij gaan komen. Maar goed, je moet toch wat hè, met je hobby. Overigens is het truitje wat ik aan heb nu op dit moment, en ik geheid dat ik daar vragen over ga krijgen, is de Duchenne top. Dat is dit patroon. Ik heb hem gebreid in een linnen blend. Volgens mij was het 100% linnen. Dat is van Langyarns. Nou weet ik even niet meer of ik dat nu in de shop heb staan. Volgens mij niet meer. Het is namelijk, dat heb ik toen ik nog de winkel had, had ik dat wel in de shop liggen. Maar dat, ja, online verkoop ik dat eigenlijk niet. Dus, maar je kunt hem dus ook maken in een andere garen. Ik heb hem in een linnen gemaakt. En dit is dus de Duchenne top aan de achterkant. Aan de achterkant is hij gewoon recht. Er zit dus geen kantpatroon. En aan de voorkant loopt hij tot onderop.
En hij valt dus, ja, het linnen is heel fijn om te dragen, zeker in deze tijd. Ik ga even weer zitten. Omdat het is toch warm en het is toch luchtig op de een of andere manier. Maar hij kan dus ook gewoon gemaakt worden in een wolblend. De Duchenne top, dus voordat ik daar vragen over krijg. Ik heb hem dus gemaakt in de lino van Langyarns, de blauwe kleur. En dat scharen heb ik helaas niet meer in de shop liggen. Dan de borduurprojecten. Ja, deze week even geen borduurprojecten, want ik heb een beetje te veel ballen in de lucht nu. Dus dat heb ik even nog niet. Misschien dat ik daar van de week, als ik de Musselburg het af heb, dat ik daar wel weer aan ga beginnen. Want ik ben natuurlijk nog steeds maar, ik heb alleen januari, februari en maart af. En inmiddels leven we al in september. Dus ik mag wel weer beginnen met een volgend stuk. Dan de shop updates. Die heb ik deze week even niet. Ook omdat ik op dit moment natuurlijk aan het verven ben voor, qua voorraad voor de beurs. Een aantal kleuren die sowieso standaard bij mij in de shop staan, die worden wel gewoon aangevuld. De nieuwe kleuren nog heel even niet. Maar er komt deze week nog echt wel wat extra dingen bij. Ik heb laatst ook de bamboe heb ik weer aangevuld. En dat zijn gewoon bestaande kleurstellingen die ik al had. Die worden dan aangevuld. En er komt dus nog meer bij de komende weken. Aankomende woensdag komt er trouwens weer een nieuwe nieuwsbrief uit. Zoals jullie misschien wel weten, ik stuur niet zo heel veel nieuwsbrieven. Dan moet er wel wat in staan, vind ik altijd. Maar jullie horen het hier eigenlijk als eerste, want tot halverwege oktober krijg je korting als je meerdere strenge handgeverfd garen koopt bij mij uit in de shop. Bij 3 strengen krijg je 5% korting, bij 4 strengen krijg je 7,5% korting en bij 5 strengen krijg je zelfs 10% korting op het garen. De reden is eigenlijk omdat er weer een nieuwe Mystery Call aankomt van Steven West. Daar hebben jullie vast wel van gehoord. En daar heb je 5 strenge garen voor nodig. Nu weet ik dat er heel veel shops zijn die complete pakketten verkopen. Waaronder Steven en Penelope zelf. Die pakketten waren natuurlijk weer zo uitverkocht. Dus dan gaan mensen toch op zoek naar andere mogelijkheden. Ik heb er even aan getwijfeld om ook pakketten samen te stellen. Maar soms is het zo dat je zelf al 1 of 2 strengen hebt en er nog wat garens bij zoekt. En niet meteen een heel pakket wil kopen. Om daar nou op in te spelen had ik zoiets van, nou weet je, op het moment dat je dan 3 strengen garen bij mij koopt, dan krijg je dus 5% korting. Bij 4, 7,5% en bij 5, als je wel de hele, dan krijg je zelfs 10% korting. Dan is het toch nog een leuke aanbieding en kun je toch wel je eigen pakket min of meer samenstellen. De korting wordt automatisch berekend op het moment dat je dus 3 strengen of meer in je winkelwagentje hebt liggen. En is ook geldig voor bijvoorbeeld de DK-garens, voor de leesgarens en ook voor de garensets. Dus het maakt niet uit, zolang je maar minimaal 3 strengen in je winkelkarretje hebt liggen, krijg je dus al korting. En als je meer dan 5 strengen hebt, dan blijft het gewoon 10%. Dus goed. Dat is wat ik op dit moment dus, zo heb ik de shop nu al ingesteld. Dus op dit moment zijn die kortingen al gewoon geldig. Je hoeft daar verder niks voor te doen. Je hoeft alleen maar 3 strengen in je mandje te gooien en dan krijg je al korting. Dus ik dacht dat dat wel op zich een leuk idee was om tegemoet te komen aan toch wel de mystery calls en vooral de sets. Als je gewoon zelf al een aantal garens hebt en je zoekt er alleen wat bij, dan hoef je dus niet een hele complete set te bestellen, maar krijg je toch wat korting bij mij. En kun je dus eigenlijk naar hartelust combineren met de garens die je zelf hebt. Goed, dat was het weer voor vandaag. Alle gegevens en linkjes die vind je natuurlijk straks terug in de show notes. En die staan straks weer op mijn blog. Linkje vind je hieronder in de beschrijving. Ik loop trouwens een beetje achter met de show notes op mijn blog. Sorry daarvoor. Het is een beetje druk geweest de afgelopen week. En het is me eigenlijk een beetje ontschoten dat ik dat nog moest doen. Dus ik
probeer dat zo snel mogelijk bij te werken, zodat je in ieder geval alle linkjes kunt terugvinden. Geef even een duimpje omhoog als je het leuk vond om te kijken. Ben je nou nog niet geabonneerd? Klik dan even op het rode knopje hieronder. En dan wens ik jou nog een hele fijne ochtend, middag of avond, wanneer je ook maar zit te kijken. En tot volgende week maar weer. Doei!